Ja, vrienden, staan we. Kijk hier, ik zal het even laten zien. Kijk, we staan hier op een pashokje. Kijk hier, kijk. Zie je het hier? Pashokje. Pashokje. Kijk. Je zit er ook in. Ja. Kijk, we zijn een broek aan het kopen voor mij. Ja, dan moet je even kijken. Een broek aan het kopen. En dan moeten we hier, kijk, in zo'n pashokje. En dan staan we hier te krukken met z'n tweeën. Is dat even een toestand? Is dat even wat? Kom, schat. Ja, kom, schat, zeg ze dan. Ja, kijk. En dan... Doe je schoenen uit, zeg ze nou. Ik ga je wat zeggen. Als ik nou ergens een hekel aan heb, dan is het dit verschrikkelijke gedoe van de broeken passen. Is dat erg of niet? Nou, ik weet zeker dat de mannen die hier naar kijken, dat die allemaal tegen mij zeggen, nou Arie, dat is het ergste wat er is. Broeken passen, ja. En daar zit ik nu middenin. Daarom moet ik zo verschrikkelijk lachen. Omdat het zo ernstig is. Ja, dit. Broek heb ik aan. Dan gaan we. Eindelijk de tijd. Even lopen. Zo. Dan ga ik met mijn broekje. Kijk, hier loop ik dat. Draai eens om. Hoe vind je hem? Even omdraaien, denk ik. Ja. Nou, hij zit een beetje in je bil. Ja, maar hij zit wel goed verder. Volgens mij is dit wel de maat. Hij zit volgens mij wel goed, maar hij is een beetje lang volgens mij. Even kijken, toch? Hier. Zie je? Kijk. Nou. Wat denk jij? Nou, zit hij lekker bij de buik? Even kijken, ja. De zakken. Ja. Hé, hey, hier gaan we. Daar heb ik dus een ongehoorde mazzel nu. Ja, want normaal gesproken moet je dus 1, 2, 3, 4, 5 broeken moet je passen. En nu. Hey, de eerste broek is bingo. Hey, enig idee hoe dat komt? Enig idee hoe dat komt? Kijk! Ja, dat komt natuurlijk door haar natuurlijk. Ja, ja zij heeft het gedaan. Ik ken ja. Je maat. Zij kent mijn maat. Nou vrienden, volgens mij is dit hem. Hebben jullie hem gezien? Dit gaat hem worden. Dit is mijn broekie. En ik ben dolgelukkig dat ik hier heel snel vanaf ben. Nou, lieve schat, zeg iedereen maar gedag. Dag.